vrijdagmorgen en er staat iemand op de stoep van de heemkundevereniging Geleen met een cheque van €500. Zomaar iemand die van zijn werkgever dat bedrag mag overhandigen. Gaston, jouw werkgever heeft jou uitgenodigd om een bedrag beschikbaar te stellen aan een leuk doel. Hoe werkt dat? Ja, ik werk zelf bij de Rabobank en hier in Limburg. En de Rabobank geeft de gelegenheid om elke medewerker zeg maar een persoonlijke impact check te geven van €500. En dat bedrag dat mag hij eigenlijk besteden aan een vereniging of een stichting in zijn eigen woonomgeving. Hè, of wat hij zegt, van, nou, dat vind ik gewoon een goed initiatief. Hè, een sportvereniging of een andere soort vereniging. Nou, en in dit geval heb ik gekozen om het hier bij de heemkundevereniging te doneren. Wat heb je met de heemkundevereniging Geleen? Nou, allereerst, ik woon in Geleen, hè. Dus ik ben ook in Geleen geboren, dus ik heb natuurlijk ook veel met die historie van Geleen. Met de heemkundevereniging heb ik eigenlijk leren kennen als een vereniging die veel doet ook voor de mensen die in Geleen wonen. Hè. Dus ze laten veel zien door presentaties. Ze hebben een klein museum hier gemaakt. Veel foto's die we kunnen zien. Regelmatig worden er boeken gemaakt. Dus ze laten heel veel zien. Is er een concreet doel voor dat bedrag van €500? Nou, in die zin, ik heb met Ad Hogeboom, de voorzitter, gesproken. En ze zijn erg bezig om de digitaliseringsslag verder te doen. Hè. En dat, denk dan aan het inscannen van foto's, andere materialen. En daar willen ze toch nog stappen in zetten. Dus dat de bedrag zal grotendeels daaraan opgemaakt worden. Maar daarnaast, we staan hier in de tuin, hè, die ze zelf gemaakt hebben. Ja, daar kunnen ook altijd weer nieuwe planten in komen. Dus het bedrag zal goed besteed worden. Ad, dit soort donaties, krijgen jullie dat vaak? Ik zou bijna zeggen, niet vaak genoeg. We zijn er altijd blij mee. Maar we doen ook zelf ons best om wat subsidies te krijgen. Om al onze plannen zoveel mogelijk te realiseren. Maar we zijn hier bijzonder blij mee dat we dit weer hebben mogen ontvangen. Jullie zijn een relatief grote vereniging. Hoeveel leden hebben jullie? Nou, we zitten op het moment op 580 leden. Met een 60-tal vrijwilligers die actief zijn. We kunnen er altijd meer gebruiken. En meer donaties. Dus we weten waar we jullie kunnen vinden. Het adres staat nu hieronder. Dankjewel.